In een grot vol slijm met een rietje krijgt het decor de hoofdrol. Figurentheater De Maan die bestaan al heel lang. Dat zijn 3 generaties. En die hebben dus heel veel stukken al gemaakt. En van die stukken bestaan er nog heel veel decors. En die decors heb ik teruggevonden in de kelder. En die decors die dienen altijd als achtergrond. Hè. Die poppen spelen voor die decors. En het idee is zo gerijpt om die decors nu eens de hoofdrol te laten spelen. Dus die decors op de voorgrond te laten komen. En dat is eigenlijk waar de voorstelling over gaat. De voorstelling is een voorstelling waarin decors de hoofdrol spelen. Wat kun je verwachten? Dat zijn die decors die een stuk gaan spelen. Natuurlijk, decors praten niet, dus dat is niet Roodkapje en de Boze Wolf dat we gaan spelen. Dat zijn in dit geval een aantal landschappen, een aantal beelden die die decors vormen, want dat kunnen die goed, hè, die je gaat zien. En dat is een opeenvolging van beelden en dat is een droomwereld. Dat is een wereld waarin dat je komt, waar dat je waarschijnlijk nog nooit geweest bent en waarin dat je een tijdje mocht verblijven. Dus dat zijn een aantal ruimtes, een aantal plekken die elkaar opvolgen, die elkaar afwisselen, die door elkaar gaan, die met elkaar praten en die terug weggaan. De voorstelling is een doosje dat u constant verwondert, dat je denkt van, goh, man, nu is die maan hier, nu gaat dat naar daar. Er zijn heel een tijd verrassingen te beleven. Daarnaast haalt die voorstelling natuurlijk nooit de snelheid, en dat is ook niet de bedoeling van, wat moet ik zeggen, van iets dat je op tv ziet, hè, van een film, van Indiana Jones, hè, of wat dat je ook kunt verwachten. En dat is ook niet mijn bedoeling. En ik denk die traagheid, die staat u ook toe, en dat is ook zo leuk aan kunst in het algemeen en theater in het bijzonder, die staat u toe ook om uw dingen in te beelden. Hè. Je krijgt een tijd om te denken, waar gaat dat naartoe? Wat gebeurt er? Wat zie ik nog? Iets wat dat door een voorstelling vol prikkels of door een film vol prikkels of een veel sneller ingevuld wordt voor de kijker. Dus die traagheid staat ook toe dat op dit geval dat kind zelf kan fantaseren.